Wat is er gaande? Wel, tijdens het uur dat we al jaren geen archivaris niet meer hebben. En op haar werk valt een beetje het maanmerk. En toevallig, die huidige dat het liberaal archief, Liberas heet dat, subsidie gekregen van de Vlaamse gemeenschap voor culturele vereniging van Gent onder zijn vleugels te nemen en dus Ulder Archief UK te bewaren. Dat kost dus niets. Zijn er personeel voor, dat wordt geïnventariseerd, dat wordt gefotografeerd, dat wordt gedigitaliseerd. Enfin ja, tijdens de zuur hebben we een contract al afgesloten met het Liberaal Archief, dat we dus ons archief die we waren, ik hoor iets een beetje wat meer vertalen, voor 30 jaar in permanent bruikleen geven. Nu, achter 30 jaar kun je beslissen dat we dat verlengen, dat blijft in permanent bruikleen, of dat we dat schenken. Toch om nog geen uitspraak over doen, dat zien we wel. Maar binnen 30 jaar zal ik niet meer zijn die toch even beslissen natuurlijk. Hè. Dus ja, dat we met mijn rolwoordje, of met mijn rollatertje, goed vuurteven tot de... We hebben dus eigenlijk twee soorten archief. We hebben, iedereen heet dat, levend archief en dood archief. Levend archief, dat zijn documenten, zoekers, die je nog regelmatig moet bovenhouden om er iets mee te doen. Hè. Papier draaien, die je moet uitplegen, weet ik niet allemaal. En we hebben dus ook dood archief, dat zijn zoekers die we bewaren, maar we dan maandelijk, niet dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks iets mee doen. Dan komen we bijvoorbeeld een keer naar boven bij een tentoonstelling.